Hanneke van der Werf werd 36 jaar geleden geboren in Hengelo. Woonde de eerste 2 jaar van haar leven in Haaksbergen. En vertrok daarna met haar ouders naar Rekken. Een kleine 10 kilometer zuidelijk van Haaksbergen. Tegenwoordig woont en werkt ze in Den Haag. Ze is fractievoorzitter van D66 in de Hofstad. En mikt nu zelfs op een zetel bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kans dat ze vanaf maart in die Kamer komt te zitten is vrij groot. Ze staan namelijk op plek 9 op de kandidatenlijst. En de peilingen geven nu aan dat D66 ongeveer 14 zetels gaat krijgen. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat je speciaal voor ons even vanuit Den Haag naar je geboortegrond terug bent gekeerd. Nou, dat doe ik met heel veel plezier. Is dat zo, ja? Ja, nee, ik ben elke maand wel een keer hier in de buurt te vinden. Ja. En toevallig woont een hele goede vriendin van mij hier letterlijk om de hoek. Dus daar ben ik net even langs gewipt. Ja. Kijk, dus 2 vliegen in 1 klap. Zeker. En als je dan iedere maand terugkomt, wat kom je hier dan? Jouw ouders, wonen die nog steeds hier, ja, bijvoorbeeld? Ja, die wonen in hetzelfde huis als waar ik ben opgegroeid in Rekken. Een klein boerderijtje buitenaf. En ja, ik ken zelf vooral Haaksbergen goed in Twente. Daar ben ik op de basisschool, de middelbare school gezeten. Mm-hmm. En vroeger ging je dan met de bus naar Enschede om te winkelen. Dus nee, ik ben hier vroeger heel vaak in het centrum geweest. En dan ging ik ook wel eens uit en zo. Ja. En nu met corona kan er natuurlijk niet zoveel. Dus ja, dan blijft het bij bezoekjes. Kom je dan ook zeg maar echt speciaal vanuit Den Haag hier naartoe om eventjes weer die, nou ja, die lucht hier te tanken en zeg maar het gevoel van noberschap of wat dan ook. Kom je hier ook echt wat halen wat dat betreft? Ja, zeker. Ik denk, nou, veel familie en vrienden die wonen hier natuurlijk nog. En ja, ik hou zelf heel erg van de natuur. En dat zie je natuurlijk, de seizoenen zie je hier letterlijk om je heen. En dat zie je in de stad natuurlijk een stuk minder. Mm-hmm. Maar ik denk ook wel het Twentse gevoel en de Achterhoek geldt hetzelfde. De regio is natuurlijk gewoon ook een andere cultuur en een andere sfeer. En dat is wel heel fijn om weer in te zijn. Ja, ja. En je bent 36. Ja. Hebt al behoorlijk wat stappen achter de rug. Hè? In de gemeenteraad van Den Haag zit je nu. Ja. Eerder geloof ik ook nog als soort van voorlichter al in de Tweede Kamer rondgelopen. Mm-hmm. Is het dan ook zo als je dan bijvoorbeeld weer thuis komt en dan zeg maar met je ouders bijvoorbeeld praat, dat het ook fijn is om weer eventjes gewoon het normale leven te hebben, wijze van? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik in Den Haag ook wel. Daar woon ik nu 13 jaar en daar heb ik natuurlijk ook wel vrienden gemaakt en zo. Maar het is vooral het verschil tussen de stad en de regio wat gewoon best fijn is. En ja, als je hier 17 jaar alles hebt meegekregen, de cultuur, de sfeer, het leven buitenaf, mm-hmm. dat raak je niet kwijt, dat zit in je. Dus het is heel leuk om dan tijdelijk ook een tijd in de Randstad te zitten, maar dit voelt als echt weer thuiskomen. Precies, zeg maar. Ja. Zou je even je koptelefoon op willen zetten? Want wij hebben, je gaat binnenkort een bijzondere carrièresprong maken. De kans is gewoon vrij groot dat je in Den Haag in de Tweede Kamer komt te zitten. En we hebben wat naast de mensen van jou gesproken en gevraagd of ze een boodschap voor je hebben. En dat zijn niet de minste, namelijk je ouders. Luister maar mee. Ha, die Hanneke. Wat leuk dat wij als ouders ook even mogen meepraten. Toch wel heel bijzonder dat onze volwassen kleine meid vanuit Den Haag, hier in haar geboortestreek Twente, een interview heeft voor 1 Twente. En dan ben ik blij dat ik destijds halverwege de 80 jaren 3 dagen in de week ben gaan werken. Ik was daardoor 4 dagen thuis en wat heb ik genoten van jou. Zo bijzonder met mijn meisje door de weilanden richting Peuterzaal te mogen fietsen. Destijds een houten gebouwtje naast de lagere school in Rekken. Ik vind het prachtig nu weer dat opgroeien bij jullie dochter Janne te mogen meemaken. Opgegroeid in de natuur zei je al vroeg dat de grote stad je toch meer trok. En scherp staat op mijn netvlies de tocht naar Groningen, waar je als 17-jarig meisje geschiedenis ging studeren. De mogelijkheden die op je pad kwamen en de keuzes die je daarna maakte waren duidelijk. Media, journalistiek, politiek werden gecombineerd. Tja. En die politieke voorkeur verbaasde me niets. Je was nog heel jong toen je al iedere dag naar het jeugdjournaal zat te kijken en met belangstelling luisterde naar alles wat er besproken werd. Daar hoorde toen ook al politiek bij. Verkiezingsavonden volgde je vanaf je tienertijd. En ik begreep niet hoe onze dochter daar nu urenlang naar kijken kon. Ik vond het maar niets, al dat gekibbel op de buis. Maar het was me meteen al wel duidelijk dat je later sowieso iets in de politiek zou willen doen. Daarom prachtig dat je op dit punt bent aangekomen en hier nu zit. En natuurlijk wensen we je heel veel succes
bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ja, wat leuk. Klinkt als een trotse ouders. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Maar wat me wel verbaast, dat jouw moeder eigenlijk ook zegt van ja, van ons heeft ze niet per se dat hele politieke geëngageerde. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Mijn moeder heeft altijd voor de klas gestaan als lerares. Ook wel maatschappelijke taak. Ja, mijn vader heeft hier op de Universiteit Twente altijd gewerkt. Dus de maatschappelijke betrokkenheid was er zeker wel. Maar niet zozeer interesse in de politiek. Dat heb ik denk ik wel echt zelf ergens uitgevonden. Kun je dat ergens vandaan halen? Weet je dat wat dat is? Spreek je dan als klein kind naar debatten kijken bijvoorbeeld? Was dat echt zo? Zoals je ik weet dat ik op de basisschool de Amerikaanse verkiezingen wel volgde. Dat ik dat heel interessant vond toen Clinton president werd en zo. En ik weet daarna nog wel dat als er in Nederland verkiezingen waren, dat ik dan Ferry Mingelen volgde, die dan met die staafjes, met de zetels en de uitslagen kwam, dat ik dat ook wel een beetje bijhield, dat ik dat heel interessant vond. En in dat opzicht, dat is niet pas tijdens mijn studententijd ontstaan, dat ik dacht, oh, dit is gaaf en dat wil ik doen. Dat heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten, denk ik. En als het gaat om de politieke voorkeur, hè, je werkt voor D66. Ja. Is dat iets wat je van hun hebt meegekregen? Of is dat ook, waar komt dat vandaan? Volgens mij is mijn vader eigenlijk, heeft hij al wel zijn hele leven D66 gestemd, maar dan heeft hij nooit heel actief op mij gepusht of zo. Mm-hmm. Mijn moeder een beetje wisselend, geloof ik. En ja, zelf had ik heel erg op een gegeven moment wel zoiets van, nou, dat sociaal liberalisme sprak me wel aan, dat iedereen vrij kan zijn, maar ook dat je als overheid mensen niet laat vallen als ze hulp nodig hebben. En ik denk dat ik ook wel heel erg een politicus van het midden ben. Ja, er wordt wel eens gezegd, ja, is een beetje saai. Moeten we niet gewoon kiezen, hè? Zo van in het midden blijven, geen keuze maken. Hoe zie je dat, als mensen dat zeggen? Nou, ik denk dat je in het midden ook een keuze maakt. En ik geloof helemaal niet zo in dat continu de verschillen uitvergroten en het hele dogmatische, zeg maar. Ik ben veel meer van, nou, er is overal wel een oplossing voor. Je moet goed naar alle kanten luisteren en kijken hoe je dat het beste aan kan pakken. Mm-hmm. En de ene keer is dat wat socialer en de andere keer is dat wat liberaler. Maar ik vind het niet zo interessant welke stroming dat is. Ja, ja. Ja. Als je dan straks in die tweede... We gaan even vanuit. Overigens, als je op 14 zetels zit, ga je ervan uit dat je in die Tweede Kamer komt op plek 9. Ja. Jij hebt zelf een beredenering dat er zelfs meer dan 14 komen. Klopt dat? 20 zetels? Nou, ik denk dat wij een hele aansprekende lijsttrekker hebben. En de debatten moeten natuurlijk nog beginnen. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat we nog wel hoger gaan komen met Sigrid dan 14. Dat komt door Sigrid, Sigrid Kaag in dit geval. Ja, ik denk dat zij echt heel veel mensen aanspreekt. Dat merk ik ook om me heen. Mensen die voorheen nooit zo'n interesse hadden in D66, die zeiden toen zij de lijsttrekker werd van nu word ik lid van jullie. Dus dat is heel leuk om te merken. En hoe komt dat dan? Wat heeft zij dan? Dat het zo... Ik denk toch een bepaalde uitstraling. Wat mensen mooi vinden. En ik denk dat zij, denk ook voor veel vrouwen wel, inspirerend leiderschap laat zien. Voor jou ook? Ja. Voorbeeld? Zeker. Ik was echt wel van haar onder de indruk. Ik weet nog, toen zij niet zo lang minister was, stond ze op een persconferentie in Tunesië of zo ergens. Mm-hmm. En even heel vloeiend in 6 talen te switchen van wat er allemaal aan de hand was. En toen dacht ik wel even, wow. Deze vrouw heeft alle chemische wapens in Syrië even opgeruimd, spreekt alle talen van de wereld en doet daar ook niet heel dik over, maar laat gewoon zien wat er moet gebeuren, zeg maar. Zou het, als het aan jou ligt, en mocht het moment ooit komen, zou je dan ook lijsttrekker van D66 willen worden? Ooit? 10, 15 jaar, zeg maar zo? Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. Mensen vragen ook wel eens, als je goed doet in de raad, van wil je nu wethouder worden of wil je dan nu straks minister worden? Ik vind het volksvertegenwoordigerschap heel leuk. En ik vind het zelf ook heel jammer dat veel mensen altijd maar in 1 periode de politiek ingaan. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om die vlieguren te maken, om ook echt effectief te kunnen zijn. En ik zou zelf graag, als het goed gaat, meerdere perioden in de Tweede Kamer zitten. Ja. En dan kan je ook echt wat bereiken. Je moet er altijd even inkomen en wennen en in de gaten krijgen hoe je de dingen voor elkaar kan krijgen. Je hebt wel vrij dicht bij het lijsttrekkerschap gezeten. Als in vrij dicht bij die plek 1 uiteindelijk. Klopt. Want oorspronkelijk was je door de kiescommissie van D66 zelfs op plek 3 gezet. Ja. Net achter Kaag en Rob Jette. Ja, dat was echt bizar hoog. Hoe dat zo? Want die was een relatief onbekende speler voor iedereen, toch? Ja, ik denk, kijk, in Den Haag niet. En daar zit je natuurlijk dicht tegen de Tweede Kamerfractie en het partijbureau aan.
Dus daar kenden ze mij wel. Maar ik had zelf ook niet verwacht dat ik zo hoog op de lijst zou komen. Nee. Nee. Maar de kiescommissie die kende jou en die dacht... Wat zagen ze dan in jou dat ze... Nou, ik denk dat het bij nieuwe mensen op de lijst altijd heel fijn is als ze ervaring hebben. Want iemand die de politiek helemaal niet kent, maar die ergens heel goed in is of heel erg aanspreekt. En die komt in de Tweede Kamer terecht en die denkt misschien wel 2 jaar wat gebeurt hier. Mm-hmm. En ik denk dat het bij mij in die zin een veilige keuze was. Ervaring in de arena van het debatteren en van het politieke en stelsel. De schermen. Ik heb natuurlijk 8 jaar voor de Tweede Kamerfractie gewerkt. Ja. Voor Pia Dijkstra, voor Wouter Koolmees onder andere. En dan leer je ook echt wel, wat houdt het werk eigenlijk in? Ja. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben het idee dat het een hele mooie, luxe droombaan is. Mm-hmm. Nou, als het 1 plek is waar je heel hard moet werken, dan is het in de politiek. En ze weten, dat heb jij ervoor over. Jij gaat er echt voor, zeg maar. Zeker. En ik denk ook dat ik al resultaten heb gehaald in Den Haag als het gaat om veiligheid, om ondermijning. En op laten zien dat ik ook iets voor de partij kan betekenen op een... profiel waar D66 niet bekend om staat, zeg maar. Hoe komt het dan dat je toch uiteindelijk naar plek 9 bent gedaald? Nou, bij ons hebben de leden heel veel te zeggen. Ja. En wat er altijd gebeurt bij interne verkiezingen is dat iedereen op bekende namen gaat stemmen. Dus bij ons zag je dat alle hoge nieuwkomers, Jeanette van der Laan, die stond op 8, die is naar 13 gezakt. Ik stond op 3, ik ben naar 9 gezakt. Ja, ja. Dus dan, en dat is niet zozeer omdat wij gedaald zijn, maar dat is eigenlijk omdat alle bekende Kamerleden die tussen 10 en 20 stonden, zijn hop, helemaal naar de top 8 gegaan. Dus in een volgende regeerperiode dan heb is ik daar gewoon... hopelijk minder last ja, van. Precies, ja. Ja, ja. Je komt uit Twente, we hebben dat al benoemd, hè. Je roots liggen hier, je hebt een hart voor de regio. Als je dan naar Twente, naar Den Haag gaat, ik noem maar eens wat ook even, als je wat dicht bij Rekken blijven bijvoorbeeld, hè. Er is een probleem met de leegloop van dorpen in de grensregio. Ja. Is dat iets waar je hart voor gaat maken om daar bijvoorbeeld Zeker. Tegen te vechten? Zeker. En ik denk ook dat je mensen in een fractie nodig hebt die blik van de regio meenemen. Als je bijvoorbeeld als er bezuinigingen plaatsvinden en die continu in de regio neerdalen, dan zijn het vaak de dorpen die daar het eerste dupe van zijn. Als de mensen hun kinderen daar van school gaan halen en die scholen niet meer kunnen draaien, dat heeft een enorm gevolg voor een dorp als er geen basisschool meer is. Ja. Terwijl in Den Haag met honderden scholen, één meer of minder, dat heeft niet zo'n effect. Is er genoeg zicht op dit moment in Den Haag op dit soort dorpen in de grensregio? Nou, ik denk dat er wel is, maar dat het uiteindelijk vaak te weinig meeweegt, omdat de belangen niet echt behartigd worden. En dat gebeurt dan vaak als er eenmaal ophef overgekomen is. Maar mijn ervaring is, als het al in de media is en de ophef er is, dan is een besluit vaak al bijna genomen. Ja, dan ben je echt te laat. Wat je eigenlijk wil, is dat je op het moment dat bepaalde dossiers gaan spelen, dat er iemand in de fractie zit die zegt, hey gasten, hebben we hier wel even over nagedacht? Ja, ja. En dat bedoel ik ook met, je moet een probleem niet aanpakken vanuit een ideologie, maar gewoon, hoe gaat het straks in de praktijk uitvallen? Ja. Nou, mooi dat jij een stuk van Twente meeneemt naar die Tweede Kamer. Ik ga er althans vanuit dat het zover gaat komen. Heel veel succes vanaf 17 maart.